Afgelopen jaren hebben wij samen met het wetenschappelijk onderzoeksinstituut Wetsus en Universiteit Twente nieuwe technologie ontwikkeld, waarmee we in staat zijn om degradatie van specifiek asbestcement buisleidingmateriaal vast te stellen. En samen met deze vier waterschappen nemen we de stap om die techniek uiteindelijk in de praktijk te gaan toepassen, waarbij we heel concreet leidingen inwendig gaan inspecteren en waarbij we dus in staat zijn om iedere centimeter van die buisleiding nauwkeurig te onderzoeken en te beproeven op uitloging. Waarom we die inspectie belangrijk vinden is, wij willen gewoon meer inzicht hebben in de onderhoudstoestand van persleiding. Je moet je voorstellen dat wij zo ongeveer 600 kilometer aan persleiding hebben en die zijn een jaar of 40 geleden in de grond gelegd. En wij weten niet precies hoe de onderhoudssituatie is. We hebben wel een theoretisch model berekend van wanneer gaan we die leidingen vervangen. Maar we weten dat niet precies exact van wat is de onderhoud. En als wij leidingen langer kunnen laten liggen, dan kunnen we daar heel veel mee besparen. De vervangingswaarde van de persleidingen loopt toch in de vele miljoenen, landelijk gezien. En voor Flevoland is dat zo'n beetje 80 à 90 miljoen. Dus als we een investering willen doen, dan willen we dat onderbouwd gaan doen. En dan willen we dat ook met feiten onderbouwen waarom die investering nodig is en het juiste moment kiezen om te investeren. Niet te vroeg, maar ook zeker niet te laat. Geïnteresseerd zijn in de werkelijke technische staat en de resttechnische levensduur van onze leidingen. Hoe lang gaan ze nog mee en wanneer moeten wij weer gaan herinvesteren? Het draagt mede bij aan het betrouwbaar kunnen bedrijven van je ondergrondse infrastructuur als je weet wat de werkelijke waarde, de werkelijke technische staat is van deze leidingen. Ja, ook voor waterschap AMA's geldt dat wij heel blij zijn met een intelligente PIG-methode. Ook wij hebben heel veel leidingen liggen waarvan we de staat eigenlijk niet goed kennen. 400 kilometer leiding in ons hele gebied. En ook voor ons geldt dat we heel graag wat meer willen weten over de toestand van die leiding om daar gewoon goede keuzes in te kunnen maken en zo risico's te kunnen reduceren.